Het is moeilijk om te gloeien dat de volle 4 jaar verloop het, sedert die Sokker Wereldbeker in Zuid-Afrika, wat Spanje met de eindstrijdzege oor Nederland die in Soccer City gewen het, en die volgende weergave, wat hierdie week in Brasilia afskop. Ons is hier om oor 2014 se toernooi te gesels, en saam met my Gert van der Westhuizen, sportredakteur van Beeld, en Christo Boegner, senior sportskrywer. Ons het ook elkeen met een caipirinha aan die hand, dis ook beter bekend als Braziliëse nationale cocktail. Hy het beslis lekker skop, nou boegies. Wel Pieter, ek sê, jy sê die span wat soveel skop soos hierdie ookie gaan, he, het een baie goeie kans om hierdie jaar met die titel weg te stap. Gert, gunstelinge, dit is die eerste wat die mense wil hoor, wie kan van jaar se toernooi wen? O, dit is altyd baie moeilik om te voorspel. Dan sê ons, Pele was een baie, baie goeie sokkerspeler. Miskien die beste wat die wereld gehad het, maar hy voorspel elke keer verkeerd. Mens moet gaan vir Brazilië, mens moet gaan vir Argentinië. Spanne met sterspelers, spanne wat in Suid-Amerika speel. Buitepaard, baie, baie sterk, buitepaard België, miskien, jy kan nooit Duitsland en Italië afskryf. Ja, Boegies, Duitsland en Italië, sulke gedisciplineerde sokkerspanne, gee mens hulle een kans, al sê die geskiedenis, spanne het nog nooit daar gewen nie, die Europese spanne? Ja, wel, die hele situasie is deesdae so, dat jy wil doele sien, Wereldbeker is waaroor het gaan, mense wil doele sien, maar op die einde is het die span wat die beste verdedig, as jy 1-0 wen, dan wen jy, jy weet, het gaan, jy kan een span kry wat 5 doele aanteken, maar jy kan verloor en so. So dit gaan, verdediging gaan een groot rol speel, soos in ander sport, soos de rugby het ons ook gesien, dit is toch maar op die oeinde, is dit een kernaspect van die spel. Ja, as mens nou van die groepen kyk, Gert, ek meen, dit is so, van die groepen is baie moeilik ingedeel, Brazilië wat hulle groep begin met die openingswedstrijd teen Kroatië, ek denk saam met hulle in die groep ook Mexico en Kameroen. Jy het iets meer te sê oor die tuisspan en die druk wat Brazilië gaan, dit is nie net Kroatië wat aan hulle pad staan nie, maar ander externe druk ook. Ja, dit is baie moeilik, denk ek, vir Brazilië. In die 19 vorige toernooi het die tuisspan nog net 6 keer gewen. Die verwagtinge in Brazilië is altyd verskrikkelijk hoog. Dit kan extra druk op een span plaas. Dan is daar nog die geweldige teenstand, nie geweldig nie, maar die groot teenstand, groot skepse teenstand, teen die wereldbeker toernooi, mense in Brazilië wat sê, dit is te duur, dat geld kan vir ander goed gebruik word. So eindelijk is daar aan twee kante goed wat druk op die Braziliaanse span plaas, en het gaan moeilik wees om dit te hanteer. Boegies, die feit dat, ek denk een groep B, twee spanne wat laas in die eindstrijd was, Spanje en Nederland in diezelfde groep beland het. Hulle eerste wedstrijd is trouwens teen mekaar, dit is reguit in die aksie in daardie groep, ne? Ja, wel soos jy ook gesê het, geen Europese span wat nog daar gewen het nie, dit gaan baie focus op hulle wees, vooral Spanje, daar word genoem hulle is een span wat bykie aan die verouderd is, Nederland is een span wat iemand soos Robin van Persie daar het, een paar baie goeie spelers, so dit gaan interessant wees om te sien wat in die groep gaan gebeur. Gert, Spanje, ons sê nog altyd, hulle het baie spelers wat in klubverband gereeld saamspeel, en dit is een van die voordele wat die span het, Barcelona en Real Madrid spelers. Ja, ek dink dit kan nogal een voordeel wees, Duitsland het ook laatst net so baie spelers van Bayern München gehad. Ja, ek dink ook, miskien is die Spanjaarde een bykie aan die oudraak, maar aan die ander kant weet hulle ook nou hoe om te wen, jy weet. Ja. En hulle, dis een goeie gewoonte wat hulle aangeleer het, en dalk hou hulle aan daarmee. Dis een gewoonte wat Engelandse sokkerspan nie noodwendig het nie? Nee, toch, die arme Engelse, ja, ek dink die mens moet te veel hoop op die Engelse plaas nie. Vooral omdat hulle in groep D in die speel, wat genoem word die groep van kampioene of die groep van die dood. Met hulle Uruguay en Italië wat allemaal al die wereldbeker gewen het voorheen. En Uruguay van jaar kan ook een baie sterk buitepaard wees vir alles Luis Suarez reg is om te speel. Jy weet. So ek dink die daar gaan mense moet te veel hoop op Engeland plaas daar. Ja, nou julle Suarez in Engeland, jy weet ek bedoel, hy is in Engeland is hy maar een van die ouens, alhoewel hy nou uiteraard in Liverpool een groot held is. Dink ek in die rest van Engeland is hy maar een speler wat nog steeds een gehate ou is. So as hy dat nou weer een rol kan speel om die Engelse te kan help sink, dink net aan wat sy depressie gaan hy man in geval. Boegies, as mys kyk nou, jy praat nou van persoonlijke tweestryde en in groep G, waar Duitsland teen Amerika speel. Nou, Amerika word afgerig door Jürgen Klinsmann, een legende in Duitsland. Dit kan interessant raak. Ja, jy weet, ek dink, dit is nogal een span wat van die buitenperde, wat ek ook dink, baie interessant gaan wees om dop te hou. Klinsmann is een van hy, amper soos hy van dit sê, een van hy klinische type ouwens gewees en so aan. En met hom weet jy, as daar iemand is wat gaan weet hoe om die Duitsers te sink, sal het hy wees. En ek dink, hulle gaan nogal baie versigtig om die dag daarop wees. Dit gaan een wedstrijd wees waarover hulle onrustig gaan slaap. Gert, is Cristiano Ronaldo iemand wat Duitsland kan sink, vir Portugal? Tjoe, ja Pieter, ek weet nie.
Portugal onderpresteer altijd bij die Euro toernooi in die wereldbeker. Ronaldo is nou wel daar, hij is wel skitterend, die wereldse speler van die jaar. Maar hij alleen denk ik niet gaan het kan doen. Nie. En ik weet niet, die Duitsers is voor mij net te gedisciplineerd. Voor Portugal, je weet, ons onthou nog allemaal een wedstrijd tussen Portugal en Nederland met die 13 geel kaarten, denk ik. Je weet, dinge, hulle is niet zo gedisciplineerd zoals die Duitsers nie. Mens kry Ronaldo jammer nie, hy is so skitterende speler, maar nou speel hy vir 'n span wat nie eindelijk so goed is. Ja, ek sien selfs met die manne wat bereid is om hulle hardverdiende geld op die spel te sit, span soos België, wat een redelike goeie kans gegee word om ver te kom in die toernooi, trouwens, waarschijnlijk die beste kans wat er nog ooit gegee is, om ver te komen in een wereldbeker toernooi. Ja, inderdaad, en hulle het een hele paar baie goeie spelers, jy weet, vooral met Vincent Kompany daar as kaptein, hy weet wat het ver om een span te lei na titels toe soos hy by Man City gedoen het, en hulle het een hele paar ander spelers ook daar wat regtig, soos jy sê, dit kan, as jy een paar los rand het en jy weet nie op wie om het te sit nie, is dit nie een slechte keus om het op België te sit nie. Ja, Brasilië en Argentinië ook, oor die algemeen, die span wat meeste mense reken gaan verkom. Ja, as jy praat van Brasilië, dis een hele span vol sterre van die doelwachter, Julio César, tot by Neymar, en dan jy Fred, en Hulk, en Oscar, en noem maar net. Argentinië het natuurlijk vir Lionel Messi en vir Aguero, en hulle het ook glad nie slechte spelers in die rest van die span nie. So dit kan nogal hulle, ek dink mense moet regtig mooi kyk na Argentinië. Hulle, as hulle die dinge by mekaar kan kry, gedisciplineerd kan bly, kan hulle ver kom. Ja. Ons het nou nie vir Suid-Afrika daar hierdie keer nie, enige van die Afrika-spanne, dink jy, Boegies, wat enigszins een kans staan om ver te kom. Ghana het dit baie moeilik, omdat hulle juist in die groep saam met Duitsland en Portugal sit. Ja, ek dink, dit lyk my amper of die voorkeur dalk Afrika se beste belegging kan wees. Nigerië, weet jy, hoor daar rond te wees, maar dis ook een van die spanne wat vir dieselfde geld kan hulle in mekaar vou en so aan. So, dis eintlik baie moeilik om te sê hoe die Afrika manne gaan doen, maar ek dink Ivoorkus en Ghana is dalk die twee beste beleggings. Ja. Nou ja, daar is heel wat laat aande wat voorlê vir die van julle wat van plan is om hierdie toernooi te volg, beginnende met die openingswedstrijd tussen Brasilië en Kroasië. Ek hoop julle gaan die sokker geniet en ek hoop julle het lekker saam gekuier hier saam met ons by Beeld TV. Totsiens.